continu naar mij gaat zitten kijken. Net doen of dat ding er niet is. Ja? Makkelijk gezegd dan gedaan. Dus. Vertelt u maar eens, wat is hier aan de hand? Nou, we zitten dus hier de grootste problemen met de buren. Dus op nummer 24 en 22. Wegens het erge overlast, wegens dronkenmanschap. U heeft overlast van dronkenmanschap? Ja. Wat voor last geeft dat? Nou, dat geeft dus zoveel last dat het dus als een normaal iemand naar bed gaat en dus uit bed vandaan komt of hoe en wat, dan begint hun pas te leven. 12 uur legt mijn vrouw dus naar een normaal bed gebracht door de verpleging. 12 uur 's avonds? 12 uur 's avonds. En dan wordt er dus gevraagd om dus zo stil mogelijk is, omdat ik morgen 's morgens om 6 uur mijn bed uit moet weer. Omdat we dus wegens de voeding van mevrouw is. Ik bedik maar dat is nodig. Voeding, dat is deze fles? Ja, ja, een kunstmatige voeding. Wat heeft uw vrouw? Een angstige ziekte. Was ze dus misschien nog een jaar, anderhalf jaar, misschien iets zelfs korter, dat weten we dus niet. Komt al aan het overlijden. Dus dat is een aandoening aan de kleine hersenen. Dat er steeds dus iets meer van het lichaam uitvalt. Kunt u nog praten? Nee? Maar wel goed horen? Ja. En u heeft last van de buren? Ernstige last? Nou, we hebben erg last van een buurman. Vooral over zijn klachten. U heeft last van... Ongegronde klachten, vind ik zelf. Oh ja? Wat zijn dan volgens u de klachten van uw buurman? Nou, dat je niet lachen mag en niet gewoon kan leven. U mag niet lachen? Nee, nou, in ieder geval zijn die niet. U mag niet lachen? Nee, weinig. We mogen weinig lol maken, hoor. Want als u lol maakt, wat dan? Nou, dan begint hij... dan een paar rammen op de muur. Dat we onze bek moeten houden. Rammen op de muur? Ja. Op deze muur hier... Ja, waar hij woont. Ja, hier deze muur. Ja, en dat horen we dan. En dan, dan weten we gelijk dat we onze mond moeten houden. Oh ja? Ja. En is dat al snel? Nou, we mogen nog wel een half uurtje lol maken, maar dan is hij wel zo van tegen de muur aanrammen en je bek houden. En wat voor lol maakt u dan? Nou, gewoon lachen jeetje. Je hebt altijd wel eens lol voor iets. Ja, u bent wel een lolbroek. Ja. Ja? Ja, altijd om de tv lachen, hè? Om de tv. Om de tv ook wel, ja. Ik kijk graag lachfilms. U kijkt graag lachfilms? Nou, Jos dan. Ja, u niet? Jawel. Ja. En dan moet ze lachen? En dat is dan zo hard, dan hoort hij dat. Ja. Daar heb je last van. Dus het is vooral lol waar hij problemen mee heeft? Ja. Lachen. Ja. En daar praten en hij hoort wel eens een fles vallen, denk ik. En, een fles vallen? En de voordeur hoort hij wel eens. Nou, daar heb je al gewoon allemaal last van, allemaal kleine dingetjes. En wat voor flessen vallen er dan? Bierflessen. Bierflessen. Maar dat is nou over. Dat is nou over? Wij drinken alle twee helemaal niks meer. We zijn er alle twee mee gestopt. Sinds wanneer? Sinds een maand. Ja? Wat drinkt u nu? Koffie. Ja? En u bent er ook mee gestopt? Ik ben er ook mee gestopt. Ja? Ja. Dronk u veel? Ja, pittig. Ja? Ja, pittig wat meer hoor. Hoeveel? Nou, het was wel, als ik alleen, dat ik nog alleen woonde, was het toch zeker een krat in de weekend hoor. Een krat voor u alleen? Ja. En door de week? Door de week dronk ik er af en toe eens een wijntje. Een flesje wijn? Een flesje wijn. Ja.
En u? Hoeveel dronk u? Nou, ook wel een halve krat per dag. Een halve krat per dag. Nou goed, we zijn er nou mee gestopt. U had er last van? Ja. Ja? Hoe dan? Mijn vriendin werd heel erg ziek en die is 3 weken weg geweest. Kijk, dan kan ik te moeilijk doorgaan, zelf. Uw vriendin is ziek geworden van de drank? Ja. Ja? Is 3 weken weg geweest. 3 weken weg geweest, waarheen? Naar zo'n afkikcentrum. Ja? Alkmaar. Ja. Dat was behoorlijk mis met u. Zegt u? Dat was behoorlijk mis met u. Ja. Ja? Ja. Drank is een ramp voor mij. Ja? Ja. U bent al lang aan de drank? Ja, pittig lang. Ja? Ja. Hoe lang al? Nou, hoe lang? Nou, zeker 20 jaar zo'n beetje. 20 jaar? Ja. We hebben dus meer dan eens, als hij dus heen komt, dan zijn ze ook werkelijk gewoon zo dronken als een knol. Ja, wat blijkt dat dan uit? Dubbel praten. Dubbel gewoon, praten? Hoe ja, gewoon echt, dus ze dus echt onderdronken zijn. Je lucht het ook. Ik heb hem al een keer uitgenodigd hier al. Toen moest hij dus gewoon de bier meenemen, anders dus, dan kon hij gewoon eens praten. Ja, dan komt hij met een flesje bier of met een paar flesjes? Met een paar flesjes bier mee, want hij zegt, heb je bier? Ik zeg, nee, ik drink niet. Dus dan neemt hij gewoon een bier mee. Ja. En dan zit hij gewoon hier op te drinken. Nou, dan moet hij zelf weten. Ik zeg, kan er nou eens een keer niet anders? Dat er rekening mee gehouden wordt met elkaar. Tot wat je dus overdag doet, moet je zelf weten. Maar, s'nachts na 12, graag. Stil, want ik heb mijn rust nodig. Ging u vooral ook s'nachts tekeer? Nou, echt tekeer niet. Toen u nog dronk? En u? Ging u tekeer? Nee. Nee, niet echt. Nee hoor, s'nachts niet hoor. Overdag doe ik even de muziek hard aan, dat wel. Maar s'nachts toch. Hij moet wel muziek aan, maar niet echt keihard hoor. Het was geen discotheek hier. Het is een beetje gehoorig. Als je maar wat hoort, dan is het bijna te hard. Ja. Kun je eens voordoen hoe hard dat is? Als we zo praten, dan hoort hij het wel. Ja. Nou. Maar de muziek, kunt u de muziek aanzetten? Op het niveau wat u dan normaal op hebt staan? Harder niet. Niet harder? Het is nooit harder. Nee? En waar staan de boksen? De boksen zitten hier. Dus dat is met de achterkant tegen de scheidingsmuur met de buren aan? Ja, dat staan wel niet zo best eigenlijk. Zo. Maar die staat iets beter. Het staat eigenlijk aan die kant. Ja. En die muur. En de tv staat ook tegen de muur? Ja. Ja, maar hier zit een gang tussen. Ja. Maar u speelt het nooit harder, die muziek? Nee, absoluut niet. En dan als het wel harder gaat, dan is het overdag. Dat is overdag. En hoe hard gaat hij overdag dan? Dan moet ik het nou laten horen. Ja? Wel eens, hè? Niet altijd. Oh, harder nooit. Nee? Nee. Kunnen we het huis van de buren zien hier vandaan? Nee, want het zit hier naast mij dus. Maar als je aan de wegkant staat, dan wel. Maar vanuit de keuken kan je het niet zien? Nee, want er staat er dus wegens een grote unit staat erachter. Er staat een grote unit achter? Ja. Een slaapcabine met douche voor mevrouw. Mag ik er even kijken? Ja. Dus dat is een soort aangebouwde schuur. Nou, het is een woonkamer met een slaapkamer met een douche om mevrouw dus te helpen. Dan slaapt ze dus ook. Kunnen we er even heen lopen? Ja hoor. Dat is het bed van die vrouw? Dit is het bed van mevrouw. Ja. Dat is de doucheruimte. Dat is wel riant, hè?
Ja. Dat is nogal een krappige kant hoor. Ja. En dan hier achter deze muur... Achter die muur heb je dus... Zit de buren. Dus, of tenminste heb je de tuin. Dus ja. De tuin. Dus ja. De tuin, ja. En nou ja goed, ik bedoel, de bijkeuken staat bijna zo wat tegen de woning aan. Van hier, de buren. Deze muur... Dat is gewoon een houten bijkeuken. Ja, maar hier in het gebouwtje waar we nu zijn, hè? Ja. Dat grenst dus eigenlijk niet aan het huis van de buren. Niet aan huis, maar er wordt zoveel lawaai gemaakt dat dus mijn vrouw er gewoon last van heeft. En die gaat dan gewoon dus niet, kan niet slapen. Ja. Want slaapt meeste, u ook hier in deze kamer? Ik slaap hier dus niet. Anders kom ik veel te veel tekort rust, omdat mijn vrouw wat onrustig slaapt. Ja. Nou is het probleem dat uw buurvrouw ernstig ziek is en dat ze... bijna niet meer kan slapen door het lawaai dat u maakt. Nou, ik kan me moeilijk voorstellen, want die slaapt helemaal achter. Ja. Daar kunnen ze haast geen last van hebben. Het hangt van de hoeveelheid lawaai af, lijkt mij. Ze zal dat toch niet verzinnen? Nee, ja. Ik denk dat hij het verzint. U denkt dat hij het verzint? Ik denk dat ze daar heel weinig last van hebben. Waarom zou hij dat verzinnen dan? Dat denk ik. Weet ik niet. Ja, dan moet hij daar toch een bedoeling mee hebben. Dat ga je toch niet zomaar doen? Misschien slaapt hij er zelf niet van. Ja, en dan zegt hij dat zijn vrouw daar niet van kan slapen. Dat zal misschien zo wijzen, dat weet ik niet. Waar slaapt u? Ik slaap boven. Heeft u daar ook last van? Dat is het vervelende juist. Dat is het ergste. Die woningen zijn zo gehoorig. Als ze dus de buren dus wat lawaai maken of hard praten of de televisie hard aanstaat, is het net of ze naast je bed staan. Ja. Dus u heeft eigenlijk meer last dan uw vrouw? Mijn vrouw heeft er dus ook last van overdag, want het geldt dus net zo goed 's avonds als overdag. Uw vrouw heeft er overdag last van? Ja, en 's avonds ook. En u heeft er vooral 's avonds last van? Nou, ik slaap hier gewoon. Op deze kamer. U slaapt hier op deze kamer? En dan gewoon met de babyfoon staat daar aan. En de babyfoon staat er ook bij mevrouw aan. Ja. Dus je slaapt al heel rustig. Waar zit die babyfoon? Staat hier. Ja. Grenst deze kamer aan de buren? Ja, deze kamer dus hier. Deze muur is de muur van de buren? Dit is mijn muur en dan tegen die muur is het zo gehoorig dat er dus als je op 22 eigenlijk een beetje hard de trap oplopen. Er zit toch nog wat tussen? Ja. Dat is de toilet? Het toilet, ja. Zit er tussen? Ja. En maar ondanks het feit dat het er tussen zit, hoort u dat lawaai? Ontzettend. Ja. Het is een moeilijk ventje. Waar blijkt dat uit? Nou, we zijn echt niet de enigste hier hoor, die heibel met hem hebben. De hele buurt, niemand moet hem. Nee? Nee, niemand moet hem. Hoe zit dat dan? Ja, het is gewoon een heel moeilijk ventje. Bemoeit u zich overal mee? Ja. Ja? Ja. Je gaat toch echt niet op je tenen lopen hier voor de buurman, hoor. Je gaat niet op je tenen lopen voor de buurman? Ja, natuurlijk niet. Je moet wel normaal kunnen leven. Ja. Nou. Het is nou helemaal een raadjeswoning. Nou, we worden knettergek van de bierflessen op de grond vallen. Je schrikken je gewoon echt om te pletten te slapen en dan s'nachts dus om een uur of 1, 2... Dan valt buurvrouw weer over de buurvlees of weet ik wat allemaal. Ja. Hebben ze ook wel eens ruzie? Een paar keer is er wel eens een paar keer woorden tegen de gevallen, maar met haar ex was het alle dagen raak, hè? Geven, deed, en daarom is haar ex-man ook weggegaan. Ja, dat is altijd vechten. Nou, nee, vloeken, smerige stinkhoeren en ik weet het niet allemaal wat dat de grootste woorden gingen over de tafel heen. Die konden duidelijk hier woorden horen, de tafel, klappen op de tafel.
Dat is het nadeel. Het zijn voor die woningen. Maar dat was met de vorige echtgenote. Met de vorige echtgenote. Deze. En bij deze, dus die probeerde dus wel, af en toe, dus ze dus echt te dronken was en te veel lawaai maakte, probeerde hij het tot orde te roepen. Oh ja? Maar ja, dat haalde niks uit. Hoe deed hij dat? Nou, gewoon proberen dus van tussen de mond dicht te houden, rekening moest houden met de buren. Dat hoorde u? Ja. U hoorde hem schreeuwen, haal je hand! Ja. En van ja? Stil, ja, klopt. En, maar het haalt gewoon niks uit. Het is, dus hij is wel van goede wil, dus? Af en toe. Ik heb mijn betwijfels. Heeft u wel eens iets teruggedaan tegen deze overlast? Nee, want ik durf zelf bijna, dus mijn vrouw is gek van BZN en durft amper aan een plaat te draaien. Er staat een dure installatie beneden. Nou, ik denk dat de mensen wat nooit de radio hoort. Welk mens? Mijn vrouw dus. Omdat hij dus wel eens meer keer zet van zet de radio aan. Ik zeg ja, ik zet dan een keer kans dat de buren weer tegengas gaan geven. Dat heb ik geen zin in. Dus u zet geen radio aan omdat u bang bent om de buren overlast aan te doen? Ja, mijn televisie staat. Maar is dat niet een beetje overdreven? Nou, omdat hij dus gewoon dus de wijste partij heeft gekozen. Maar bent u nooit eens in actie gekomen, woedend? Ik ben wel eens een keer woedend geweest dat ik dus als hun 's morgens dus uit lag te slapen, een roes uit lag te slapen, dat ik 's morgens een keer gewoon de wijkverpleegkundige die kwam om mijn vrouw 's morgens eruit te halen, zei het is weer vannacht feest geweest. Ik zei ja, dan stond Radio Loeihard dan en wij waren mevrouw dus aan het helpen. Dat duurde ongeveer anderhalf uur. Uw radio stond loeihard aan. Dan stond het behoorlijk wat hard aan. Ja? En dan probeert u ze terug te pesten terwijl ze liggen te slapen? Ja. Waar doet u dat? Gewoon beneden in de kamer. En dan zet u dit loeihard aan? Nou, loeihard aan, dan staat hij maar op 4 hoor. Dat dreunt het alleen, dus ja? Alleen al genoeg. Kunt u dat eens voordoen? Das günstigste Sonderangebot gibt und Sie jeden Tag immer zu suchen müssen, ja. Dann gibt's für Sie nur den dauergünstigen Ariel Futur Duo Sparpack, der Ariel Futur. Here's come! New Megabyte from Stimmerol. Mega size, mega taste, free. Zondagmorgen 10:30. De croissants liggen al zachtjes goudgeel te worden in de oven. Dit hoort hij maar eerst nog even een lekkere warme douche. Als het goed is, kunnen op nummer 22 is dit nu horen. Ja? Vreemd. Ja. Het water blijft ik koud. Ik weet niet of nog over de geluid heen kan komen van de microfoon. Het water blijft koud. Van ja? U maar. We verstaan u nog nauwelijks. Dus nou, zet u maar even zachter. Wat u in jaar is overkomen. U kunt nu eindelijk. En moet u nog wel eens lachen nu? Nou ja, al minder natuurlijk. Minder. En u? Nou ja. Ook minder, net als René. U lacht nu minder. Voorheen was het als je doek flink wat pot bier in je lichaam zat. Dan weet je doek al licht vrolijker, omdat je doek wat meer. Een beetje. Je werd er gewoon een beetje dronken van. Ja. En dan weet je vrolijk om alles. En dan kon je overal om lachen. Dat heb u nou niet meer. Nee. Is het niet vervelend? Ja, af en toe wel. Dat je denkt van nou, ik zou toch wel weer graag een krat erbinnen willen werken. Om een beetje lol te maken. Een krat meteen al? Ja. Ja? Ja hoor. U rekent in kratten? Ja. En anders flessen. Ja. Rum of cognac of... Je leven maakt me niet uit. Bent u nu ook nog ziek? Ja. Van de onderhouding van de drank? Ja. Ja? Ja. Wat zijn de verschijnselen, de symptomen? Hoe bedoelt u? Van uw ziekte? Nou, je voelt ze. Je kan niet meer lopen, je kop is compleet naar de. Wat niet wil werken. Niet alleen hoofdpijn, maar andere dingen ook, duizelig en het denkvermogen wordt minder. Korte geheugenverlies. Korte geheugenverlies ook, ja. En is dat niet gewoon weg door de drank, opgelost in de alcohol? Ja. Ja? Het
ophouden met alcohol te bakken. Komt het nog wel terug? Nee. Nee? Nee hoor. Heel klein gedeelte misschien. Dus u heeft gewoon een deel van uw hersenen zijn afgestorven? Ja. Allemaal door alcohol. Heeft u het ook nog wel eens leuk samen? Ja? Komt het wel vaker voor? Dat u het nog leuk heeft? Nee? Een heel enkele keer. Kijk, en dat is het kleine tijdje wat zij dus nog leeft, of de mensen dus mee moeten maken, proberen we ze zo goed mogelijk gezamenlijk door te brengen. Maar dat wordt zo mogelijk gemaakt. Ja. Ze gaat ermee, je gaat gewoon dag en nacht mee te bed. Heeft u de buurvrouw nog gekend toen ze in betere staat was? Ja. Ging je toen met haar om? Met haar om? Nee, ik ben nooit echt met haar omgegaan hoor. Nee? Maar we hadden geen ruzie of zo. Nee. Ik kon altijd leuk met haar praten. Ja? Ja, was een lief meisje. Ja? Ja. Ja hoor. Maar ja. Jemig kreeg. Dat is toen ze ook zo ziek werd. Dat vond ik erg hoor. Voor haar. Zo oud was ze nog niet. Hoe oud was ze toen ze ziek werd? Oud. Ja, jeetje. Nou, in de 30 geloof ik. Hoe lang bent u nu al clean, om het maar even zo te noemen? Schoon. Zoals wij dat zeggen. Hoe lang ben je schoon? Nee. 4 weken. 3 weken. 4. 4? Oh, al een maand. Vandaag 4, ja. 4. Een maand. Denkt u dat u het vol kan houden? Ik hoop het. Ik zal mijn best doen. Ja? Ja. Nu is ze wel weer afgekikt geweest als ze weer heel zwaar onder de medicatie zijn. Maar ik denk dat ik dus... Ik geef ze ongeveer 14 dagen, 3 weken, tot ze weer dik aan de drank is. Dus elke keer zo. Elke keer, hè, want hij kwam hier pas wonen. Toen is hij 3 weken op Texel gezeten wegens afkikken. Toen zegt hij, nou is er, ik ben afgekikt. En dan zitten ze weer aan de drank. Ben je niet afgekikt. Hoe vaak op een dag denkt u aan een potje bier? Nu? Ja? Niks meer. Nooit meer? Nooit meer, weet ik niet. Op het ogenblik drinken we altijd niks. Nee, maar u denkt er ook niet aan? Weinig. Ja? En nu, denkt u veel aan een potje bier? Nou, ik me op het moment zo rottig voel. En hier stonden 2 potten bier, ik noem maar wat. Dan ben ik bang dat ik ze alle 2 toch opdronk. Oh ja? Ja.